zij hebben met elkaar meer ervaring dan ik. Want zij voor de 100ste keer en ik pas voor de 70ste. Eén tip, eerste dag rustig aan beginnen en als het de eerste dag goed schadevrij doorkomt, dan gaat het de tweede en derde dag ook beter. Dan ben je al op de helft de tweede dag, maar rustig aan beginnen. Ja, het is geen wedstrijd, je hebt tijd zat. Bert, wat doet u met al uw medailles? Deze medaille die heeft zelfs in het paleis op de Dam gelegen bij Willem-Alexander. En toen lag hij netjes weer kussen, lagen de schoenen er netjes naast en de medaille ertussenin. Toen zei hij, wat is dat voor gekke medaille? Nou, dat hebben ze toen even uitgelegd. En dan lag ik naast de medaille van Sven Kramer en Irene Wüst. Nou, dat was een hele eer natuurlijk. Het is wel een ernstige blessure gehad. Nee. Hoog het een lekkere blaar onder mijn voet, maar dat leer je in mijn leven. Ja? Ja, er zijn de mensen die er heel veel voor over hebben, want ik zie wat mensen met 7-8 blaar op mijn voet, daar is het nou nog leuk. Maar als ze eenmaal op Sint-Andersstraat binnenkomen en de mensen juichen, dan zijn ze alle blaren weer vergeten. Wenst u ze nog iets toe? Ja, dat ze het halen. Heel simpel, dat ze het uitlopen. En dat ze ook veel plezier onderweg hebben. Want het gaat ook om een stukje plezier en dat kameraadschap waar we het over hadden en die vriendschappen. Ja, daar komen vaak hele leuke vriendschappen uit voort. Jongens, ik zeg applausje voor Bert! Woe!